Zes kiest is een programma ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande. De redactie van Slotstad RTV Politiek interviewt wekelijks een kandidaat van een politieke partij. Deze week voeren we een gesprek met kandidaat nummer 3 van de Socialistische Partij, mevrouw Annemieke Pluijgers. De Zeister Zeepkist is een podium voor burgers van Zeist, waarin zij hun mening kunnen ventileren over wat er in de gemeente gebeurt. Vandaag is de Zeepkist voor Freek de Bruin, betrokken burger van Zeist. Maar nu eerst het interview. Mevrouw Pluijgers, van harte welkom in onze uitzending. Dank u wel. In het verkiezingsprogramma van de SP staat dat gedwongen vrijwilligerswerk geen oplossing is voor mensen in de bijstand. Maar er komt een wetswijziging aan waardoor de gemeente wel verplicht is om een tegenprestatie te vragen van mensen die in de bijstand zitten. Wat is het standpunt van de SP daarin of hoe wil u daarmee omgaan? Nou, zoals u inderdaad aangaf, in ons verkiezingsprogramma staat dat wij het een heel slecht idee vinden om vrijwilligerswerk tegenover een bijstandsuitkering te zetten. En sterker nog, Den Haag gaat nog een stap verder, dat op het moment dat mensen dat niet doen, geen vrijwilligerswerk gaan doen, dat er dan boetes worden uitgedeeld. En wat er in ons verkiezingsprogramma staat, daar sta ik met heel hart en ziel achter, dat het een heel slecht idee is om van mensen die in de bijstand zitten, waar een reden voor is, hè, er is op dit moment weinig werk, mensen komen moeilijk aan werk en geraken in de bijstand, er gaan veel bedrijven failliet, mensen belanden gewoon in de bijstand buiten hun schuld om. Om die mensen nog een extra trap na te geven en op heel veel dingen te gaan lopen beboeten. Vrijwilligerswerk is vrijwillig. Dat moet ook vrijwillig blijven. En dat is ook het mooie aan vrijwilligerswerk. Dus ons standpunt staat heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma. Nee, dat is ook duidelijk. En het is op dit moment natuurlijk een bevoegdheid van de gemeente om mensen met een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk te laten doen. Maar het wordt straks een verplichting. Wat dan? Nou, dan zullen wij vasthouden aan ons standpunt dat wij het een slecht idee vinden. En ook vanuit het landelijk heeft u al verschillende scenario's gehoord die wij al voorspellen. Die gaan ook gewoon uitkomen, helaas. En dan is het zoals vaker in de politiek, achteraf terugkijken en zien dat je toch een fout gemaakt hebt. Dus wij blijven bij ons standpunt dat het een slecht idee is, hier in Zeist. En in het landelijk, en ik denk dat wij het bij het rechte eind gaan krijgen als wij zeggen dat dit voor heel veel ellende gaat zorgen in gezinnen, maar ook in bedrijven die zometeen daar ook last van krijgen. Als u naar de brede sociale visie kijkt, zoals die door de gemeenteraad van Zeist is aangenomen, wat zou u als SP aan deze visie veranderen als de SP het in Zeist voor het zeggen heeft? Nou ja, in ons verkiezingsprogramma hebben wij inderdaad, zijn we heel erg duidelijk ingegaan op het sociale aspect in Zeist. Wij vinden het heel belangrijk dat wij samen als Zeistenaren voor elkaar zorgen. En dat wij het echt een mooi Zeist samen opbouwen. En dat er op dit moment heel veel dingen in Zeist niet echt lekker lopen, waar sommige mensen echt last van hebben. Daar willen we echt wat aan doen samen met de bevolking. Kunt u een voorbeeld noemen waar de mensen echt last van hebben? Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld is bijvoorbeeld het plan van de klomp. De mensen die daar zitten, de MKB'ers, die weten niet waar ze aan toe zijn. Er wordt daar, zou daar worden gebouwd, dat is nu weer niet zo. En MKB'ers hebben daar last van. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de koopzondag. Veel kleine MKB'ers hebben daar heel veel last van. En wij als SP zijn daar naartoe gegaan. Ik heb ook verschillende gesprekken gevoerd. En die worden niet gehoord. En die zeggen wel van ja, maar ik ben al 6 dagen open, ik heb ook een gezin. En dat zijn hele belangrijke signalen die echt weg worden gewuifd op het moment dat het niet uitkomt. En daar wil ik graag voor worden. Ik heb verder weinig ervaring in de raad. Ik ben nieuw en als ik in de raad kom, dan ben ik echt een groentje. En dat is mijn kracht. Ik wil de straat op gaan. Ik wil hier het verhaal vertellen van de mensen op straat die te maken krijgen met keuzes die wij maken. En dat is denk ik de kracht van de gehele SP. Wij staan iedere maand op de markt. Wij staan iedere maand te luisteren naar mensen. Ze kunnen altijd met ons contact opnemen. En wij proberen dat te verwoorden in de raad. En ik denk dat dat onze kracht is. In het verkiezingsprogramma staat dat de SP wel 35% sociale woningbouw zou willen realiseren in Zeist. Dat is hoog. Ja.
Maar aan de andere kant, de grenzen van de gemeente moeten niet opgerekt worden. En ook de inbreilocatie zou eigenlijk niet bebouwd moeten worden. Althans volgens het verkiezingsprogramma. Maar hoe wilt u dan aan die 35% komen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Het staat inderdaad in ons verkiezingsprogramma. En op dit moment is dat in Zeist inderdaad niet aan de hand. Dus ik kan me voorstellen dat als mensen het verkiezingsprogramma lezen, dat ze denken, ja, maar dat is helemaal niet haalbaar. Dat is wel onze visie. Wij willen graag naar die 35% toe. En op dit moment is het zo dat woningbouwverenigingen heel erg in de knel komen. Sommigen zelfs financieel bijna over de kop gaan. Dan worden huizen verkocht. En dat zijn sociale huurwoningen. Die worden verkocht. Terwijl de wachtlijsten voor mensen die in Zeist willen wonen in een gewone betaalbare huurwoning gewoon enorm lang zijn. Wij willen dat bij bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld Kerkenbos op dit moment, dat er meer gedaan wordt aan de sociale huur. Waardoor mensen die ook lagere inkomens hebben, maar ook gewoon nog niet genoeg verdienen om een eigen huis te kopen, in Zeist kunnen komen wonen. Dus u bent ook een tegenstander van het feit dat er van de oorspronkelijk 1250 woningen in Kerkenbos, dat nu teruggebracht is naar ongeveer 700? Nou ja, waar wij voor zijn, dat is meer sociale huurwoningen voor Zeistenaren en voor mensen die buiten Zeist hier naartoe willen verhuizen. De sociale huurwoningen worden al duurder, ook een heel leuk plan vanuit Den Haag waar wij niet heel erg blij mee zijn. En dan wordt er daarbovenop ook nog eens heel veel huurwoningen verkocht, omdat het onderhoud te lang op zich laat wachten, waardoor ja, reparaties en het uiteindelijk groot onderhoud te duur zijn voor woningbouwverenigingen. En dat willen wij echt, dat stopt, dat woningbouwverenigingen gedwongen worden eigenlijk huurwoningen te verkopen, waardoor de wachtlijsten hier alleen maar langer gaan worden. We willen gewoon een Zeist voor iedereen, waar iedereen kan wonen met iedere portemonnee. U schrijft in het verkiezingsprogramma dat de SP huisuitzettingen wil voorkomen. Maar nu wordt er ook bezuinigd op de schuldhulpverlening. Hoe wil de SP dan huisuitzettingen voorkomen? Nou, we vinden huisuitzettingen vinden wij inderdaad een heel groot probleem. Je leest het vaak, te vaak in de krant dat gezinnen op straat worden gezet. En wij vinden dat ook een verantwoording voor de woningbouwverenigingen om vroegtijdig contact op te nemen met bewoners. Als je merkt als woningbouwvereniging van hé, er gaat iets met de huur, gaat niet zo goed of er gebeurt wat, dat een woningbouwvereniging ook het contact durft op te zoeken met de bewoners en een gesprek durft aan te gaan en het verhaal gaat horen bij die mensen. Want er zit vaak heel veel achter, achter de voordeur en rond geldproblemen, daar hangt nog steeds een enorm taboe overheen. En wij vinden dus dat de woningbouwverenigingen daar een sterkere rol in moeten nemen om ervoor te zorgen dat een gesprek wordt aangegaan, dat er over die taboes heen wordt gepraat en dat mensen durven aan te geven van ja, maar ik ben mijn werk kwijt. Ik heb een uitkering aangevraagd, maar dat duurt 6 weken. Kunnen wij niet op een goede manier daar een regeling in treffen? Om dat soort zaken te voorkomen, om erger te voorkomen. Dat moet echt gebeuren. Maar u denkt dus dat als de woningbouwvereniging een gesprek aangaat, dat dan huisuitzetting voorkomen kan worden? Nou, ik denk dat het een van de mogelijkheden is om inderdaad een huisuitzetting te voorkomen. Kijk, er zijn nog veel meer dingen nodig om ernstige geldproblemen bij gezinnen of bij mensen. Wat is er nog meer nodig dan? Nou ja, goede hulpverlening. En het is dus ook een slechte zaak dat daarop wordt bezuinigd. Iedereen kan in geldnood komen. Iedereen kan in geldproblemen komen. Waar je ook vandaan komt. Wat je werk ook is. Dat is niet persoonsgebonden. Dat heeft niks met je verleden of je opvoeding te maken. Iedereen kan dat overkomen. En wij als Zeist, als gemeenteraad, moeten ervoor zorgen dat er goede hulp is voor mensen die dat overkomt. En dus uithuiszettingen mogen niet meer gebeuren in Zeist. Als ik even daarop mag inhaken. De SP zegt ook, wij vinden dat er voldoende woningen moeten zijn voor urgente gevallen. Ja. Of voor probleemsituaties. Zijn er behalve de problemen die u net noemde, namelijk het gebrek aan financiële middelen, andere probleemsituaties? En
daarop, nou, misschien vooruitlopend, vindt u ook dat er andere huisvesting moet komen voor mensen die wel uit huis zijn gezet? Nou, dat vind ik een hele goede vraag, want ik denk dat het heel belangrijk is om te benoemen. We hebben inderdaad in ons verkiezingsprogramma staan dat wij willen dat er woningen zijn speciaal voor urgente gevallen. Maar dat niet alleen, we willen ook dat de urgentieverklaringen, dat daar eens goed naar gekeken wordt. Want op dit moment zijn die veel te streng. Mensen die in een gewelddadige relatie verkeren, die komen eigenlijk niet eens in... Die kunnen niet eens een urgentieverklaring krijgen. Dat is echt heel moeilijk om daar toe te behoren en daardoor sneller aan een huis te komen. Wij willen dat er een aantal huizen beschikbaar komt voor mensen die bijvoorbeeld inderdaad op straat komen te staan. Of die bijvoorbeeld te maken hebben gekregen met huiselijk geweld, waardoor een woning, of waardoor de woning waar ze in wonen niet meer voor hun te doen is. En waarbij de gevaar dreigt soms zelfs. Wij willen niet dat er kinderen op straat komen te staan. Wij willen dat er altijd in Zeist een dak boven je hoofd kan zijn. En of dat nou voor kinderen is, of voor vrouwen die worden bedreigd in hun huwelijk, of dat een uithuiszetting betreft, dat maakt voor ons niet een verschil, maar het zijn wel de voorbeelden die ik hier noem. Tot voor kort waren de gemeenten verplicht om een bibliotheek in stand te houden. De minister van Onderwijs is nu voornemens om die verplichting los te laten. Wat vindt u belangrijk en wat zou de SP eraan doen om toch een bibliotheek in Zeist te houden? Ja, we hebben een hele mooie bibliotheek hier in het centrum en we vinden het heel belangrijk dat iedereen daar terecht kan. Ten slotte is daar een bron van kennis. Ook dat hebben we in ons verkiezingsprogramma genoemd. En we vinden het ook belangrijk dat kinderen daar tot je 18 jaar gratis een abonnement hebben op de bibliotheek. Zodat iedereen, ook voor school, de benodigde materialen kan halen daar en zich in kan lezen. Dat door Den Haag nu in twijfel getrokken wordt of iedere stad of dorp dat nodig heeft, dat vind ik eigenlijk te absurd voor woorden. Want ik ben opgegroeid vlakbij een bibliotheek, we huurden daar altijd boeken, mijn moeder las daar altijd voor. Thuis ook. En dat geeft kennis, en kennis geeft macht. En als wij een samenleving willen waarin zometeen meer mensen aan het werk komen en waar mensen een hogere opleiding kunnen gaan genieten, dan zullen we daar ook in moeten investeren. En ik vind dus dat een bibliotheek daar een onderdeel voor is. Net zoals cultuur en net zoals kunst en net zoals bijvoorbeeld het muziekcentrum, wat ook moet blijven en wat we ook niet moeten gaan lopen uitbuiten of veranderen. Cultuur en kennis is heel belangrijk en daar moeten we in investeren. Als ik u goed begrijp, dan moet de subsidie voor de bibliotheek in stand blijven. Wat? Met een aantal andere subsidies, inderdaad. Mevrouw Pluijgers, hartelijk dank voor dit gesprek. Jullie ook. Ik heb helemaal niets met gemeenteraadsverkiezingen. Zoals veel Nederlanders geloof ik in landelijke politiek. 1 keer per 4 jaar naar de stembus. En dan maar hopen dat mijn kleur in het programma zal doorklinken. Eigenlijk vreemd. Ik heb zeker net zo vaak te maken met lokaal beleid als met de gevolgen van landelijke besluitvorming. En dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Ik maak me zorgen. Zorgen over de ogenschijnlijk rooskleurige financiële huishouding van de gemeente Zeist. In 2013 is Zeist opnieuw uitgeroepen tot financieel gezondste gemeente van de provincie. In een rapport uit 2012 van de stichting Beter Zeist wordt deze beoordeling behoorlijk genuanceerd. Met name de risico's van bouwprojecten worden stelselmatig te laag ingeschat en projectbegrotingen overschreden. De gemeente moet leren van non-profit organisaties in haar omgeving die wel degelijk vatbaar bleken voor financiële tegenvallers. De meest recente stichting Wereldkids en daarvoor het faillissement van de stichting Zonnehuizen. Ook in deze organisaties waren er weinigen die een veldje aan de lucht zagen, totdat de situatie zich razendsnel kantelde, overigens vaak na een bestuurswissel. Dat geeft te denken. De toename van bevoegdheden en budgetten zorgt voor een verdubbeling van het gemeentefonds. Ook Zeist krijgt met deze gevolgen te maken. De uitbreiding van de WMO en overheveling van de jeugdzorg zijn complexe taakuitbreidingen. Deze toename komt uiteraard met een bezuinigingsdoelstelling en een grote verantwoordelijkheid.
de verantwoordelijkheid om de huidige taakuitvoering te verbeteren en taakvelden met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld voor de grote groep ouderen en de enorme diversiteit aan nationaliteiten die zich binnen Zeist huisvesten. Om deze uitdagingen te realiseren moet het college zelf visie ontwikkelen. Niet direct op zoek gaan naar een breed draagvlak, wat ik helaas te vaak ben tegengekomen de laatste jaren. Een goed voorbeeld van een leerproject is wat mij betreft de totstandkoming en afwikkeling van het beleidsvoornemen centrumplan. De eerste uitwerking is zonder enige volksraadpleging tot stand gekomen. Toen de reacties op het plan zeer divers en sterk uiteenlopend bleken, heeft de raad aangedrongen op meer consultatie. Verschillende groepen belanghebbenden hebben ongeacht belang, achtergrond of achterban hun mening mogen geven op het centrumplan. Op het laatste moment zijn nog belangengroepen toegelaten tot het consultatieproces. Wat mij betreft een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig beleid en onhandige politiek. Hier was een goed gepland proces op basis van visie en doelstellingen gebruikmakend van de juiste volksraadpleging op zijn plaats geweest. Visie verwacht ik van het college en de raad, ook wanneer dit afwijkt van mijn eigen standpunten. Liever een standvastig doordachte visie dan een wankelend plan met 200 participerende burgers. Het uitvoeringsapparaat moet focussen op professionaliteit en projectmanagement. Naast de genoemde grote bouwprojecten zijn er tal van kleinere aanpassingen die het geduld van de burger regelmatig op de proef stellen. De rotonde op de Panweg heeft meer dan een jaar geduurd. De afvalinzameling in het centrum is een farce en het vriendelijk achteraf betaald parkeren is reeds door 3 voorgaande colleges toegezegd aan belanghebbenden. Tot slot hoop ik dat de politiek in staat stelt mensen te verbinden. Niet zoals die loze verkiezingskreten die in alle partijprogramma's genoemd staan, maar juist rond echt tastbaar en aanwezig Zeister erfgoed. De waarden groen en duurzaam liggen voor het oprapen. Deze passen als een maatpak bij de omgeving en de achtergrond van Zeist, de hier gevestigde bedrijven en haar burgers. De mogelijkheden zijn legio. Wat dacht u van de reïncarnatie van een ditmaal elektrisch trammetje op de Slotlaan? Organisaties als het Wereld Natuurfonds, de Vogelbescherming en de Triodosbank hebben niet voor niets Zeist tot haar vestingsplaats gekozen. Een gemiste kans wanneer een volgend college hier niets mee doet. Inmiddels ben ik trouwens om. Gemeenteraadsverkiezingen zijn niet alleen een groot belang voor onze lokale maatschappij. Ze zijn ook een uitgelezen moment om invloed uit te oefenen. En als ik met 1 advies mag afsluiten, kies een partij waarin u duidelijke visie en energie herkent, in plaats van de voor de hand liggende herkenning van uw eigen idealen.